Ik ben zelf trendwatcher. Ik hou me bezig met... Ik ben over het algemeen hartstikke enthousiast over nieuwe technologie. En aan de andere kant moeten we het ook veilig houden. Ik kom uit de industriële automatisering. Ik heb altijd automatische magazijnen gemaakt. En eigenlijk gewoon slimme systemen gemaakt die het leven beter maken. Sommigen van u kennen mij uit Media Plaza. Waar we gewoon gesproken hebben over hoe eigenlijk het elektronische netwerk, internet, hoe dat eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat we in deze wereld compleet anders werken. En waarom cybersecurity zo'n succes is op dit ogenblik. Mijn laatste gadget is Tesla. We gaan ook even praten over hacken bij Tesla. Wat daar op dit ogenblik allemaal gebeurt. Maar allereerst, we hebben nu een jaar lang hebben we een president. President Trump. En die is onder andere gekozen omdat er slim is omgegaan met data. We moeten slim omgaan met big data. En Trump, je kunt er alles van vinden, maar hij is daar goed mee bezig geweest. En dankzij een Nederlander, en Irma Bush is een Nederlander, die is bezig geweest om gewoon de juiste families te zoeken. Moet je eens even kijken wat er gebeurt met uw privacy en met uw security. Even hard. Wij doen datavisualisatie. Wij werken met databases meestal tussen de 10 en 200 miljoen records. En we hebben technologie ontwikkeld om daar in real time door te kunnen navigeren. De honderden miljoen records, oké. Hoeveel mensen werken er? Oh, we zijn een start-up. We zitten met 14 mensen. Zie ik allemaal goed puntjes hier? Dit is de Registered Voter Database. In Amerika is het zo dat als je wil stemmen, dan moet je geregistreerd zijn bij de overheid om te stemmen. En we hebben hier dus 10 miljoen mensen die stemgerechtigd zijn en wat hun politieke affiliatie is. Je kunt gewoon over op elk huis klikken en dan zie je gewoon wie het is, hoe oud hij is, zijn inkomen, zijn capital, alles. Gekoppeld aan commerciële data. Dus als je rechts in het paneel kijkt, dan zie je bijvoorbeeld land van achtergrond is. Nou, laten we dat eens even praktisch maken. We hebben hier een hele hoop mensen. Kun je eens even kijken wie de Nederlanders zijn? Kijk, hier heb je de Dutch, dan klik je aan. En dat zijn ook 123.000 mensen. 123.000. En hier zitten ze. Dus dit zijn dan, dat is mevrouw Haase. En hier zit meneer Zander. Kun je dat ook even leuker maken? Kun je eens kijken van, op het inkomen van deze mensen? Van iedereen van boven de 100.000 euro's. En dat is dus een groep. Dus dat kunnen we ook gewoon even kijken. Iedereen boven de 500.000 euro krijgen we ook meteen een visualisatie. Dus dat hebben zij. Als u denkt dat dit erg is, dit is nog veel erger. Dit is William en hij is van de NSA. Die heeft het PRISM-systeem gemaakt. En moet je eens kijken wat ze allemaal van u weten, van uw mobiele telefoon en uw laptop en alle video en audio die daarbij hoort. They now analyze video streams and they do face recognition and they can basically track you around the world. That's the idea of the Treasure Map program. That first the Treasure Map program. That's a beautiful name for a program. Well, it's mapping where everybody is on the net or in the world every minute of the day. So that your GPS off your cell phone, you know, off your computer, whatever you're using electronically, says that you're at this point at this time, and then from there, if they have video on that, they can match up the video and say what face is in common, and then that's you. Okay, great. What a beautiful technology development, and that's really interesting in terms of... En hij vond dat op een gegeven moment te veel gaan. Het was eigenlijk bedoeld om terroristen op te sporen, maar nu wordt iedereen in de wereld wordt gewoon zeg maar gevolgd. Alles van de KPN, alles van de Vodafone, al het internetverkeer in Nederland wordt afgeluisterd door de NSA en real-time geanalyseerd. Ze hebben op dit ogenblik 2 terabyte per aardbewoner aan data die ze zeg maar verzamelen. Dus de veiligheid, de security en privacy is goed geregeld. Nou, als je dan kijkt over de hacks die er gebeuren, op dit ogenblik overal, elke dag lees je hem. Het was heel grappig, in Almere hadden ze een social hack. En dan stuurden ze alle ambtenaren een mailtje van, er is een nieuw e-mailsysteem, wilt u uw adressenbestand nog eventjes behouden, dan moet u even hierop klikken en inloggen. En 43% van de ambtenaren had binnen 4 uur ingelogd. Dus social hacking is heel populair. Aan de andere kant hebben we ook gewoon, zeg maar deze, de FedEx. FedEx had een enorme schadepost van 300 miljoen met de laatste terminal die gehackt is. Dat ding dat is nu nog steeds... zeg maar omdat er oude systemen gehackt is, kunnen nog steeds gewoon een heleboel systemen niet werken. Dus het stikt van alle cybersecurity aan alle kanten bij elkaar. Nummer 1 van alle devices die gehackt worden, zijn niet
De PC's zijn niet de telefoon, maar zijn de security camera's. Die worden aan alle kanten gewoon gehackt en die zijn heel populair. En of dat in Nederland of in Amerika is, dat overal is dat het geval. En dankzij de sleepwet mag gewoon ook onze inlichtingendiensten vanaf nu mogen die dat zeg maar gaan doen. Ik sprak met de directeur cyberconsultancy van de cybersecurity van de Nederlandse politie. Die zegt alles gaat goed met de misdaad. Moorden is gehalveerd. Inbraken 30% minder. Gewapende overvallen veel minder. Alles daalt aan misdaad behalve cybersecurity. Tientallen procenten per dag gaat het omhoog. Hoeveel budget heeft deze man hiervoor beschikbaar gekregen vanuit de Nederlandse regering? 21 miljoen euro voor alle diensten. Defensie, politie en de geheime diensten. 21 miljoen. Hij heeft 6 miljoen euro van de 5 miljard die de politie uitgeeft. En heeft dus ook geen enkele kans dat als u iets met een aangifte wil doen, dat daar iets mee gedaan wordt. Dus u moet er zelf eigenlijk achteraan zitten. Hoewel er sommige resultaten hartstikke goed zijn. De high crime unit doet het best wel goed met het gebeuren. Nou, daar hebben we ook een nieuwe wetgeving. Bent u gehackt, dan wordt u verplicht om dat aan te geven. Het aantal percentage dat omhoog gaat is nu op 21.000, een factor 3 keer zoveel. En die wet is net zeg maar goedgekeurd. Als u lol wil hebben, ga dan even met de zoekmachine Shodan. Kent iemand Shodan? Shodan.com. Alle Internet of Things dingen, alle kopieermachines, alle printers, alle camera's. En je kunt gewoon intypen Amsterdam camera's en dan kun je meteen zien industriële gebieden camera's. En dan kun je meteen gewoon meekijken op alle beelden die er eigenlijk gewoon wereldwijd zijn. Het is echt een hartstikke leuke machine om te zien hoe lek alles is. Kopieermachines zijn ook geweldig. Kun je de laatste paar duizend kopieën van die eronder zijn gegaan, kun je gewoon terugkrijgen. Alles is aan alle kanten gewoon, zeg maar, lek. Nou, dus dan gaat het er even om. We zitten hier op de security branch. En het meest populaire item wat er in de security branch is op een gegeven moment de security camera. En die zijn dan ook zo lek als een zeef. En ik praat hier even over, volgens mij is Eagle Eye Networks. En HK Vision van PG Security hiernaast. We hebben zometeen een geweldige borrel ook hier. En eens even kijken wat daar nu op dit ogenblik aan gebeurt. Dus iedereen weet dat die cybersecurity belangrijk is en dat camera's daar heel groot in zitten. En het gaat er natuurlijk niet om dat die dingen onveilig zijn per se. Maar dat je de juiste firmware moet integreren. Dat je via de juiste VPN moet gaan werken. Dat op dit ogenblik die systemen nog niet veilig zijn by design. En daar is wel leuk om even te kijken. Als we de meest bekende merken kijken, alle grote cameramerken zijn gewoon gehackt. Overal zijn backdoors. De Sony is daar, Sony is groot daarin. En alles wordt gewoon aan alle kanten gehackt. Hikvision hiernaast is ook gehackt. En dan even kijken hoe dat gebeurt. Dat was ook nog een ethical hacker. Die had op een gegeven moment gezegd, Hikvision heeft 22% marktaandeel van camera's. En die heb ik gewoon gehackt. En over 6 maanden maak ik dat publiek. Nou, wat hebben ze toen gedaan? Hebben ze dat op 12 maart zijn ze erachter gekomen. Hebben ze een bericht gekregen. Nee, 5 maart wisten ze het. Op 12 maart was er een update beschikbaar. Alleen toen moest wel de firmware van al die camera's worden geüpgraded. 6 maanden later heeft die hacker dat publicitair bekendgemaakt. Toen was dus al 4-5 maanden was de oplossing beschikbaar. En wat heb je dan? Dan heb je een hele hoop PR, want die firmware die wordt nooit geïnstalleerd. Dat is gewoon een probleem. Mensen gaan niet gewoon van al die camera's de firmware installeren. Dat moet gewoon in het design worden ingebouwd. Dus dat is belangrijk. Als je niet gewoon security update doet, heb je een probleem. Nou, dat is aardig om te zien van hoe ga je daar nou mee om en hoe gaan nieuwe producten daarmee om. Nou, wat kun je nou doen? Iedere security camera apart wachtwoord. Praktisch? Nee. Ellen, dat doet natuurlijk niemand. Iedereen neemt gewoon poort 80 hetzelfde paswoord en wel of niet een VPN. Dat moet je dan gewoon niet doen. Maar eigenlijk moet je een heleboel doen. Wil je een systeem veilig hebben en of je nou een auto hebt of je hebt een security camera, moet je deze 12 stappen doen. Je moet een wachtwoord hebben, je moet een poortforwarding hebben, je moet fysieke toegang hebben, je moet online, mobiel, overal moet je een lijstje afmaken van 12 stappen om die dingen secure te maken.
Dat doet echt op dit ogenblik niemand. Je bent gestoord als je dat op dit ogenblik doet. En daarom is het leuk omdat de mannen van Eagle Eye Networks, die zijn begonnen opnieuw, from the ground up, met cloud software. Met alles met cloud software. In de camera's zit een VPN ingebakken. De wachtwoorden automatisch gecreëerd. Heel moeilijk, zeg maar, moeilijke wachtwoorden. Niet door mensen, maar door algoritmes. En die worden gewoon, zeg maar, in de cloud bewaard. En daar zit een groep mensen die er echt gewoon verstand van heeft. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben die 12 stappen, die hebben ze allemaal gewoon geautomatiseerd. Veilig mobiel toegang, veilig fysiek toegang, veilige wachtwoorden, een veilig VPN wat standaard wordt geïmplementeerd. En dat is wat we met veiligheid moeten doen. We moeten niet proberen om iedereen alles te laten installeren en alles te weten van veiligheid. De producten moeten from the ground up veilig gemaakt worden. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. En je hebt natuurlijk encrypted video en de VPN die gaat automatisch door. Nou, dus dat doen zij met Eagle Eye Networks. Nou, dat doen ze al zeg maar sinds 2003. En het aardige is van degene die dat heeft opgericht, die heeft daarvoor Barracuda Networks, zeg maar met allemaal firewall, miljarden dollar firewall bedrijf. Ik heb hem vorige week ontmoet, Dean. Een geweldige vent die miljarden bedrijven heeft opgezet en nu zegt, ik ga gewoon zorgen dat alles met video, dat veilig gaat gebeuren. Bodycam camera's met de politie, dat die op een gegeven moment veilig worden gedaan. Alle security camera's, maar we gaan nog veel meer video gebruiken. En dat doen ze dan allemaal in de cloud met een goede beveiliging. Nou, dat kun je dan mobiel kijken, je kunt het mobiel kijken, je kunt het op je pc kijken, meldkamers. Alles wordt geregeld en daarna worden ook die beelden, die worden intelligent gemanaged. Dus als Eagle Eye Networks kun je daar gewoon zien. Wat aardig is, als je dit leuk vindt, als mensen nou willen experimenteren, dan hebben ze nu een beursaanbieding. Je krijgt een bridge waar 6 camera's op kunnen worden aangesloten, inclusief 2 camera's geloof ik, hè? 2 camera's. En een levenslange clouddienst, dat je het levenslang aan mensen kunt laten zien en dat die 6 camera's gemanaged worden. Totale kosten eenmalig 750, terwijl normaal kosten €10 per camera per maand. Dus een waanzinnige aanbieding en je kunt daar zien hoe het werkt en dat is interessant om te zien. Ik wil nog even vertellen over hoe je dat moet relateren aan de rest van de samenleving. En dat gaat over Tesla en dat gaat over auto's. Vanaf 2018 zijn alle auto's in Europa connected met internet die op de markt komen. Die moeten verplicht een internetverbinding hebben. Dat betekent ook dat ze dan security rekenen, dat het onderhoud geregeld wordt. Dat op het moment dat er een ongeluk gebeurt, dat er meteen een signaal komt. Allemaal hele nuttige dingen. Maar dat betekent ook dat ze gewoon gehackt gaan worden. En dat wordt vooral interessant als je ziet dat al die auto's zelfrijdend gaan worden. Zelfrijdende auto. Heeft er iemand al zelf in een zelfrijdende auto gereden? Achterin eentje? Bij jou. En bij jou, ja, je hebt bij mijn Tesla gezeten. Even laten zien hoe afhankelijk wij gaan worden van al die apparaten. En hier zit iemand voor het eerst in de auto die dan zeg maar die auto zelf laat rijden. Oh my god, the car knows exactly where the person ahead of me is in the lane. Because I can see it here on the dash. And red light. But that was... Ooh, that was interesting. It got a really bad tattoo, really well. Doorlichting. Which is incredible. Leuk, vind ik ook weer kijken. Gosh, this is so... I'm not touching it at all, and it's driving. Oh, the lanes are getting a little... Oh, no, there it goes, and it stops. I mean, being here in it... Dit is de soort afhankelijkheid die we gaan krijgen. Over 10 jaar is dit standaard equipment in alle nieuwe auto's. Gaan we überhaupt ook 4 keer minder auto's krijgen? Gaan we ook veel minder doden krijgen? Wat is de grootste ramp met een auto? De mens. Er gaan 1 miljoen mensen dood per jaar zeg maar in het verkeer. En dat komt alleen maar door fouten van mensen en 40 miljoen gewonden. Dit moet je eens kijken als je dit even ziet. Dit rode autootje. Dat gaat een ongeluk veroorzaken. Tesla hoort het. En hij hoort het een halve seconde. Hij ziet gewoon onder de andere auto door. En hij ziet al dat op een gegeven moment gebeurt. De rest die heeft er langer voor nodig om op een gegeven moment tot stilstand te komen. Het wordt veel veiliger als op een gegeven moment auto's zelf kunnen rijden. Als ze maar niet gehackt worden. Dit is ook nog een paar mooie voorbeelden. ...50% van de truckchauffeurs die zitten regelmatig met een mobiele telefoon. Dit is ook heel erg.
Kijk, dit soort idioten. Mensen zijn volstrekt idioot in een auto. Die moeten ook zo snel mogelijk uit de auto gaan verdwijnen. Dat is beter voor alles en iedereen, voor de doorstroming. En we kunnen met 4 keer minder auto's kunnen we gewoon veel beter eruit. En het is natuurlijk moeilijk. Dus dat is heel duidelijk. Maar dat betekent ook dat die gehackt worden. En de Tesla is gehackt. En de Jeep is ook tegelijkertijd gehackt. Dus wat dat betreft, hacking is normaal. Wat is het verschil in reacties? Bij de Jeep kon je met de iPhone kon je naar het motorsysteem en kon je gas geven, accelereren, stoppen en dat ding helemaal gewoon op afstand bedienen. Ideaal via de mobiele telefoon. Bij Tesla werd ook gehackt, alleen moest je in de auto zitten met een laptop en direct in de bus inpluggen. Maar dan kon je ook weer gas geven, stoppen en ze werden gehackt. Wat was de reactie van 2 bedrijven? De ene zei, als jij dat publiceert, dan ga ik jou gewoon helemaal de grond in zoeken. En die stuurde advocaten erop af. En Tesla zei, kom naar ons toe. Vertel hoe je dat gedaan hebt. 500 man in de zaal, 10.000 euro beloning voor de hackers. En 3 dagen later was er een over-the-air update. Als wij niet over-the-air updates kunnen doen in een systeem, hou je het nooit veilig. Dat moet gewoon iedereen leren om te implementeren. Je kunt het niet afhankelijk maken van allerlei rondes van software die gewoon veranderd gaan worden. Dus dat is een mooi voorbeeld. In de Security Week, 4 weken geleden was een Security Week in Den Haag. Is er iemand geweest in de Security Week? In Den Haag, op de 25e verdieping, zaten een stuk of 10 kids van de HBO, hogeschool. Die zaten daar gewoon te hacken. En dan kon je heen gaan, dan kon je je kaartje geven met je e-mailadres en je website. En dan gingen zij op zoek naar achterdeurtjes om daar naar binnen te komen. Gemiddeld kon 80% binnen een uur gewoon konden ze lezen. En het duurde 2 uur voordat ze konden schrijven. Het moeilijkste waren ziekenhuizen. Daar was je wel 2,5 uur bezig voordat je de patiëntenrecords kon veranderen. Maar ze konden het wel met meer dan 60% van alle ziekenhuissystemen doen. Want iedereen gebruikt hetzelfde ziekenhuissysteem met dezelfde backdoors en dezelfde vulnerability. Dus daar moet je op een gegeven moment security built-in doen. En over-the-air updates zijn wat dat betreft heel belangrijk. Dames en heren. Het gaat geweldig met de cybersecurity. U zit op een booming market, 30% groei, geen enkel probleem. Alleen u moet zelf ook systemen maken die veilig zijn en die geïnstalleerd kunnen worden met normale mensen zonder dat je gewoon een master in IT hoeft te hebben. Systemen moeten veilig worden from the ground up. Die moeten from the ground up in de cloud kunnen werken en die moeten veilig kunnen werken. Over-the-air security is gewoon heel erg belangrijk. Nou, een bedrijf wat daar gewoon helemaal from scratch mee begonnen is Eagle Networks en PG Security. Die is degene die dat in Nederland distributeert. Het is heel uniek, want ze doen eigenlijk nooit distributeurs in landen. Maar in Nederland wel, want PG Security heeft gewoon echt, is een value-added distributeur. Wil je zelf ermee experimenteren? Kijk dan even naar deze box hier aan de linkerkant. En heel veel succes met deze markt. U gaat uzelf helemaal gewoon uit deze markt groeien, want we zitten gewoon in het beste plek van deze wereld. Dank u wel.